Welkom bij deze screencast over een lineaire vergelijking. Stel we hebben het punt 0,1 waar een lijn doorheen gaat. Zoiets. En vervolgens weet ik nog dat als ik zeg maar één stapje naar rechts ga. Dus ik ga één naar rechts, ga ik een half omhoog. Nou, we weten het algemeen, heeft een lijnenvergelijking. I is ax plus b. Nou, die a is de richtingscoëfficiënt. En die b is het startgetal. Nou, wat is nu het startgetal? Dat is hier deze 1. Dus dat is eigenlijk de hoogte waarop die lijn de i afsnijdt. En de richtingscoëfficiënt weten we ook, want dat is hier. De richtingscoëfficiënt is een half gedeeld door 1 is een half. Dus ik kan nu die vergelijking opschrijven. Is een half keer x plus 1. Oké. Okay. Als ik nou voor x is niet 1, maar ik wil x is 2 weten. Nou, wat doe ik dan? Dan ga ik eigenlijk bij 2 ga ik omhoog. Zo. En dan wil ik weten welke i-waarde hoort daar dan bij. Nou, gaan we als volgt doen. We vullen de 2 in. Dan krijg ik een half keer 2 plus 1. Is 1 plus 1 is 2. Dus ik zit hier op een hoogte van 2. Nou weet ik dat die lijn door twee punten gaat. Ik noem het even punt A 0,1 en het punt B 2,2. Zoiets, hè? Als ik nou twee punten heb, weet ik dat de lijn er doorheen gaat. Wat is dan de vergelijking van die lijn? Nou, ik schrijf hem even op. I is AX plus B. Nu gaan we de x-waarde en de i-waarde gaan we invullen. Nou, hier staat 1 is a keer 0 plus b, oftewel b is 1. Dat hadden we ook al gevonden. En hier staat 2 is 2a plus, en we weten dat b 1 is. Oh, dan kunnen we zeggen, oh, 2a is 1 aan de andere kant, wordt hier 1, oftewel a is een half. Dus je kunt zowel grafisch in een plaatje als met het invullen van de vergelijking de waarde van a en b vinden. Bedankt voor het kijken.